Het Radboud UMC gaat tijdens de Vierdaagse meerdere onderzoeken doen onder wandelaars. Dat doen ze elk jaar, maar dit jaar is het wel heel speciaal. Ze gaan kijken of eiwitten van insecten, zoals bijvoorbeeld meelwormen, hetzelfde positieve effect hebben op de spieren als andere eiwitten. En we weten eigenlijk dat dierlijke eiwitten, wei-eiwitten, dat die de spierschade verminderen en het spierherstel bevorderen. En wij willen onderzoeken of een heel nieuw eiwit, wat eigenlijk nog niet op de markt is, maar wat wel in het kader van duurzaamheid heel veelbelovend is, een eiwit van insect Nederland, of dat beter is of net zo goed is dan zo'n wei-eiwit. Het onderzoek wordt juist tijdens de Vierdaagse uitgevoerd, omdat wandelaars dan spierschade oplopen waarvoor je eiwitten nodig hebt. Dan kun je zeggen, is dat wandelen dan niet heel ongezond? Nee, dat is eigenlijk heel normaal, dat als je een zware inspanning levert, dat er ook een beetje spieren kapot gaan, dus een beetje schade optreedt. Dat herstelt zich weer op een natuurlijke manier. En eigenlijk is het zo dat we weten dat de spier daarna weer wat sterker wordt. Dus dat je eigenlijk er wat beter uitkomt. Maar voor dat herstel heb je wel extra eiwitten nodig. En die eiwitten, wil je die uit dierlijke producten halen, uit plantaardige of misschien wel uit insecten? Het gebruik van insecten heeft niet alleen een positief effect op het klimaat. Er is geen uitstoot van stikstof bijvoorbeeld. Maar ze hebben ook weinig voedsel en water nodig. En je kunt ze ook makkelijk thuis houden. Is dit dé oplossing voor de toekomst? Ja, dat zou dus heel goed kunnen dat we in de loop der jaren gaan zeggen, het is veel beter om insecteneiwitten te nemen. En dat kan meelworm zijn. Er zijn natuurlijk ook andere insecteneiwitten. Wij richten ons nu op de meelworm. Maar dat zou de uitkomst kunnen zijn, zeker. Ja.